Engels vlees, maar Hollandse bloemen. Engeland is een land van traditie, vis en chips en schooluniformen. De vrachtwagen met bloemen raakt de laatste dag steeds leger. Maar wat vinden de Engelsen nu eigenlijk leuk? Ik heb momenteel ook lelies eigenlijk. Dat geldt ook nog steeds, maar dat willen. Een hoop mensen willen het nou ouderwets worden. En met de zomertijd is er zoveel te krijgen. Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat je mee wil nemen. En net als freesia's en deze pioenbunsjes en zonnebloembunsjes. En bunsrozen helemaal bovenop. Dat is eigenlijk elke week wat hetzelfde. En dat weten we eigenlijk zo aardig uit te kiezen dat we wel precies weten wat de mensen willen. Want het zijn altijd wel de vaste mensen die het elke week hetzelfde willen. Twee Rijnsburgse collega's zitten 3 dagen in die kleine cabine dicht op elkaar. Hoe liggen de verhoudingen? Ja, we zijn in principe wel andere types, wel andere interesses, maar zakelijk zijn we wel even dezelfde ideeën. Dus dat is belangrijk. Hij is wel de chauffeur van ons twee. Dat is helemaal zijn ding. Laat mij maar rijden en met die mensen een beetje lullen. En André, die vindt het ook niet erg om zeg maar op de veiling allerlei dingen te regelen. De laatste jaren gaat het steeds minder bij de lijnrijders. Jonge mensen hebben steeds minder zin in het vak en goed personeel vinden is moeilijk. Ik kan het gewoon goed merken dat ook de winkeliers die hebben het gewoon moeilijk om een leuke snij brood eraan te verdienen nog. En dat maakt het voor ons weer moeilijk. Een dag op 24 uur en hebben het liefst dan wel 48 uur duurt, maar ja, dat zit er niet in. Ja. De sky is the limit, zeggen ze wel eens. Nou, dat is in de bloemen echt. Die vraag werd 30 jaar geleden ook al gevraagd aan mensen die op Duitsland gingen rijden. En blijft dit bestaan? We zijn nu inmiddels 30 jaar verder en het bestaat nog steeds. Dus ik zie dat niet in één keer over zijn, dat niet. En dan komt het mooiste ogenblik van de reis. De vrachtwagen is bijna leeg. Ja, gelukkig wel. Dat is het doel. Dus we raken een beetje aan het eind, maar een paar dingen is een beetje te veel misschien. Maar komt wel goed deze week. Ja, het is in principe wel aardig gegaan. Het is niet heel druk, maar dat komt denk ik ook door de warmte. En de vakanties zijn ook begonnen, dus dat heeft ook invloed. Maar ik mag niet klagen deze week. Het is wel naar mijn zin verlopen. You like the bread? Thanks a lot. Salam, mate. Wij gaan weer terug naar Nederland en met een lege vrachtwagen is dat een stuk leuker. Schat, denk nooit meer aan mij.